want wie komt er zo meteen? Onze Patrick. Die komt de sleutels brengen. Ja. Ja, omdat die anderen niet meer binnen mogen komen. Nee, en Patrick wel. Daar heb ik niks mee. Nee. Patrick is lief. Ja, nog steeds. Oh, die zit er nou in mijn jaszak. Hij had één keer deze sleutels bij Patrick laten liggen. Prima. Ik zeg, dan pak je mijn sleutels. Dan kun je daarmee op slot doen. Sleutels lagen in het postmandje. Maar de tuin doen we even goed open. Hoe dan? Je hebt ze toch in je handen. Dan kan je dat toch niet vergeten, denk ik, bij mijzelf. Meisjes, ja nou, ja, jullie moeten er nog uit. En jullie moeten nog even geduld hebben. Want wie komt er zo meteen? Onze Patrick. Die komt de sleutels brengen. Ja. Ja, omdat die anderen niet meer binnen mogen komen. Nee, en Patrick wel. Daar heb ik niks mee. Nee. Patrick is lief. Ja, nog steeds. En de anderen niet, hè? Ja. Ja, echt wel. Maar oké, lieve vrienden. Ja, ik zal hem even omdraaien. Zoals ik al zei, Patrick is onderweg. Ja, maar in ieder geval, het is vandaag alweer reeds donderdag. En het is de 23ste van de 11e 2023. Hé, komen weer dezelfde getallen. En daar komt Patrick aan. Maar ik zeg wel... Een gloednieuwe vlog van Corrie en de Beestenboel. Ja. Ja, dat heen met dieren, die gaan dan te keer als er eentje binnenkomt. Dat nog, hè? Ja, maar ook. Dus ja, maar in ieder geval. Ik ben blij dat hij er is. We gaan even een bakje koffie doen. En daarna moet ik de hondjes nog uitlaten. Ja, want het is een beetje een rare dag. Maar dat vertel ik jullie straks wel. Want ik was weer in slaap gevallen terwijl ik er vroeg uit zou. Maar helaas, pindakaas, als je weer in slaap valt, kan je er gewoon niks aan doen. Dus zeg, lieve vrienden, geniet en tot later. Zo, lieve vrienden, dan zijn we weer eventjes retour. Ja, ja. Nou ja, jullie weten, Patrick is geweest. En Willy was aan het werk. En ook Willy heeft het beaamd hoe Sky tegen haar en mij heeft gedaan. Dus ja, niet leuk meer. Maar ik heb mijn sleutels terug. Ja, eindelijk maar toch. Maar dat maakt niet uit. Patrick is oké, hoor. Dit is... Die heeft niet zo'n grove mond of wat dan ook, weet je. En ik begrijp nu ook Patrick beter qua Sky. Want zoals Sky tegen mij heeft gedaan, zo is hij tegen iedereen. Dus ja, eigenlijk kennen ze niet samen, maar ze kennen ook niet zonder elkaar. Ja, ken je dat? Ze hebben een relatie en daar is het mee gezegd. Ze kunnen niet bij elkaar wonen gewoon. Nee, dat gaat het niet worden. Never. Nu niet, dan niet, nooit niet. Ja. Heel bizar allemaal. Ook schijnt Sky andere medicatie gekregen te hebben. Ze zijn met medicatie aan het schuiven geweest. En ja, daardoor schijnt hij nou nog veel meer dingen te vergeten dan wat hij al deed. Ja, maar dan, dat hindert allemaal niet, maar het geeft niet hem het recht. Mij zo'n hele grote mond bek te geven dan wat hij nou heeft gedaan. Ik heb ook tegen Patrick gezegd, hij is hier nooit meer welkom. Nooit meer. Nee.
Het was de derde keer dat hij de tuindeur vergat op slot te doen. Dat hij het een keer vergeet, oké. Ik vergeet ook wel eens wat. Maar voel desnoods na. En ten tweede, die zit er nou in mijn jaszak. Hij had één keer deze sleutels bij Patrick laten leggen. Prima. Ik zeg, dan pak je mijn sleutels. Dan kun je daarmee op slot doen. Sleutels lagen in het postmandje. Maar de tuindeur was even goed open. Hoe dan? Je hebt ze toch in je handen. Dan kan je dat toch niet vergeten, denk ik, bij mijzelf. Hé. Doe je even rustig aan? Moet dat zo? Moet de boel kapot? Rijka, moet de boel kapot? Dacht het niet, hè? Is toch foei? Ja, zit naar buiten te kijken, dan valt niks te zien, hoor. Maar in ieder geval, ja, dat dus. En dan ga ik dus een slok in elkaar zetten. En ik heb net de kachel aangedaan. De hele dag heeft die kachel niet aangeweest. En ik heb nou in een koud. Maar ja, het begon ook qua temperatuur ook drastisch te zakken. Ik denk, ja, kouder moet ik het niet krijgen, want dan ga ik verkrampen. En dat moet dus niet. En als ik het een beetje warmer heb, dan ga ik weer naar buiten de meisjes uitlaten. Dus ja, dat dus. Ik ga nou in ieder geval al beginnen een vlog in elkaar te zetten. En ook is de verkenner bezig om iets over te zetten van Boetje naar een naar dat ding wat daar alweer staat. Naar een externe harde schijf. Ja. Dus dankzij Patrick weer, want die heeft een half jaar ICT gehad, of hoe dat ook maar heette. En ik moet ruimte zien te creëren. Ja. Maar ik hoop dat het goed mag komen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En geniet een beetje mee. Doei. Zo, lieve vrienden. Het is ontiegelijk laat geworden. Ik vergeet het helemaal. Ik zat zo heerlijk naar de televisie te kijken. Naar een nogal spannende film. Vond ik wel even leuk. Even fijn voor mezelf. Ja, het is maar waar je van houdt. En het is wel goed afgelopen, hoor. Ja, echt. Maar het is in ieder geval eigenlijk alweer vrijdag, maar we gaan eerst slapen. En het is hier gewoon snert weer. Ja. Ik zou haast een pannetje snert gaan maken. Maar nee, dan krijg ik last van mijn maag, moet me niet. Het regent aan één stuk door. Ja. Maar maakt niet uit. We zitten droog. En zometeen lekker een beetje toe. Lekker slapen. Dus hoe laat leven we nou? Het is, ja, schrik niet, 3:24 in de nacht. Dus het wordt de hoogste tijd om naar boven te gaan. Dus lieve vrienden, welterusten, slaap lekker. Morgen weer gezond op. Ja, degene die werken moeten, werk ze. Degene die nog naar school moeten, leer ze. En ja, blijf je lekker thuis. Kun je lekker luiden wezen en uitslapen of wat dan ook. Nou ja, geniet ervan. Geniet in ieder geval van alles wat je doet. En dan heb je het ook vast wel goed. En jullie weten het allemaal. God die houdt te wachten. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei.